Laten we met z'n allen de vlag pakken! Ja, we hebben C gepakt. Ja, kijk, je hebt nu een stukje van de hand aan lang. Nee, ja, Bravo hebben we ook bijna. Ja, we hebben B. Ja, je hebt sluipmoord naar een lakker. We zijn nu weer aan het pakken. Oh nee! Nee! Oké. Kom op, ik ga nog even. Ik word helemaal gek, man! Echt waar! Kom op nou, man, jongens! Hoe dan? Hoe kan hij nou zo raken? Pak nou een cap! Pak B! Ik red het niet van tijd nu! Wat is er aan de hand? Wat gebeurt er? Waarom Charlie zo cool, jongens? Wat een laggy tintop. Ik zie geen flikker door die smal. Ah, shit. Zit ik bij benen? Ja, ik haat snipers echt zo verschrikkelijk hard. Ik probeer gewoon even die UV'tjes een beetje te halen, maar dat lukt me zelfs niet. Oei, ik let even niet op. Wel doen. Mouw op, bitches! Meteen, commandant! Nee, jongens. Oh, god, de kut, kom eraan! Meteen! Yo gasten, de King77L, a.k.a. King Alert, a.k.a. Paul Goudsmit. Bekend geworden eigenlijk op YouTube in 2011 dankzij Call of Duty. Modern Warfare 3 in dit geval. Ik speel al Call of Duty sinds 2007. COD 4 begon ik mee. Later ook natuurlijk MW2. Black Ops 1 ook al veel gespeeld, maar toen kwam MW3. En dat was echt fantastisch. YouTube ontplofte ook dankzij MW3. Call of Duty wise. Zonder MW3 had Call of Duty nooit, ook maar echt nooit, een ding geweest op YouTube. Dus ook niet op Black Ops 2. Black Ops 2 werd een hype dankzij MW3. Bij MW3 kwamen alle grote YouTubers opzetten, alle grote commentators. Mensen wilden zien hoe haal ik een triple mob, hoe haal ik een double mob. Het werd heel vet. De gameplay was fast-paced. Je kon vette series maken zoals je net zag in het introclipje. Live mob maandag, nerds, allerlei soorten series die iedereen graag wil zien. Hoe kan je beter worden in MW3? Hoe kan je mobs halen? Hoe kan je lekker raidsen? Want er zat ook veel bullshit in. Het hoort bij Modern Warfare. Modern Warfare 1, COD 4, had niet heel veel bullshit. Maar Modern Warfare 2 en 3 hadden heel veel bullshit. Maar dat maakte de game ook heel erg vet. Want de bullshit was hectisch, was gek, was gewoon over de top, arcade, zoals Call of Duty behoort te zijn. Toen kwam uiteindelijk in 2012 toen Black Ops 2. Die iets minder was, maar in ieder geval, gun game was leuk. De game was gewoon nog steeds, boots on the ground, iedereen was enthousiast. Het werd nog groter. Mede dankzij Black Ops 2 werd het nog groter. Bij Ghost is het iets naar beneden gegaan, flink naar beneden gegaan. En daarna weet iedereen wel de downfall van, wat dat betreft, op YouTube en op Twitch van Call of Duty. Op dit moment is Call of Duty elk jaar gewoon, het komt uit en mensen spelen tot de kerst. In ieder geval heb je Christmas noobs komen erbij. En dan in januari, februari is de game eigenlijk compleet dood. Op zowel YouTube, Twitch als Mixer of whatever. Toen kwam de aankondiging.
Modern Warfare. Het gaat gewoon Modern Warfare worden. Iedereen dacht, yes! Als dit een mix wordt van Modern Warfare 2 en 3, dan kan het echt weer een ding worden. Dit kan de concurrentie dan echt aangaan met betrekking tot bijvoorbeeld Fortnite. Het kan echt weer iets worden, iets groots, iets vet, iets hectisch. En je kijkt nu naar gameplay en denk je, Paul, dit is ook best hectisch. Inderdaad, het was toen de beta een dag uit was op de PlayStation 4 speelde ik hier. Want ik heb op beide gespeeld, Xbox One X, PlayStation 4. Xbox One X is een stuk mooier, moet ik zeggen. Maar PlayStation 4 Pro ziet er ook gewoon redelijk uit voor een beta. Hier speelde ik op een map Gunrunner die als enige, dat ik kan zeggen nog, moi. He, ook wel wat deuren in beeld irritant zijn, waar je straks nog een stukje van ziet. Maar in ieder geval, het is speelbaar. Het wordt gerust in principe, het wordt minder op gecampt. Maar werkelijk, alle andere maps in de beta, die zijn qua design echt fataal slecht. En ik wil het niet zeggen, want ik ben een fan van Call of Duty. Ik wil het liefst nu zeggen, jongens, over een maand komt hij uit. Dit kanaal moet je gaan checken. Ik ga hier hele vette series van maken weer. Ik ga gewoon echt Call of Duty weer super veel uploaden, want dat wil ik. En ik heb nog steeds een beetje stille hoop dat het ook gaat gebeuren. Dat ze nu denken, alle feedback, ze hebben gelijk. Dit is een soort Rainbow Six / Battlefield game geworden qua feel. Dit ziet er hectisch uit, maar als je zelf speelt merk je, het is sluggish. Het is een beetje, de controls zijn een beetje wat stroever. Het is niet zo soepel en over de top arcade zoals het altijd was. Ze willen het wat serieuzer maken en wat meer realistisch. Maar willen wij dat wel als fans? Wil ik wel een realistische shooter spelen? No fucking way. Ik wil Call of Duty. Ik zeg niet dat dit een slechte game is. Misschien is het best een goede shooter. Maar het is zeker weten geen goede Call of Duty. No fucking way. En ik irriteer me mateloos aan die mensen op Twitter en hun video's. Helemaal geen Call of Duty fans. Nog nooit een game heb ik ze ooit zien spelen of over gehoord. En die allemaal roepen, oh my god, de nieuwe Modern Warfare is echt zo vet. Oh, zo ziek. En dan gaan ze nog het liefst Activision taggen en hashtaggen. Omdat ze hopen dat ze op de release party zijn uitgenodigd. Terwijl ze normaal gesproken niets, maar er ook niets, maar er ook niets, maar er ook niets, maar er ook niets met Call of Duty hebben. En ik, als echte fan, als iemand die het echt naar het hart gaat en ik hoop dat het vet wordt, ik heb er wel kijk op. Deze game vinden alle echte, officiële, originele, old school Call of Duty fans, vinden het kut. De beta is kut. Er wordt alleen maar gecampt. Het is absoluut niet de game waar we allemaal, en dat bedoel ik de echte fans, allemaal op hadden gehoopt. Slow paced, sluggish, camp, motherfucking fast. Iets waar we absoluut niet als echte fans, ik herhaal, absoluut niet op hebben zitten wachten. Laat ook zien dat je kan campen als je gewoon zelf speelt. Ik ging streamen van de week, let op, mijn cam staat hier per ongeluk verkeerd omgespiegeld, maar dat maakt niet uit verder. Er was een stream op YouTube, ik ging streamen en op een gegeven moment zag ik iemand zitten en denk, hey, dat kan ik ook. En let op wat je kan doen in een potje op een van de kutste maps in de game, Grasna Raid, waar je 10 tegen 10 speelt. Oh my god, dit kan je dus gewoon doen. In de beta. En het is niet best. Hij heeft daar echt helemaal nothing to prove, you know. Hey, als je nou eens even daar... Zit het nou lekker daar? Hé, hey, mag ik dat vragen? Ik ga... Wacht even. Ik kom bij je zitten. Hé! Hey, je hebt gelijk, man! Goed zo, joh, lekker! Hé! Hey, gaat hij weg? Oh, dan ben je dood. Oh, je moet bewegen, dan ga je dood, hè? Ja. Maar hier... Hij zat hier wel goed. Kijk, dit is wel een goede plek. Dit is gewoon een goede plek, dit. Ik hoef mijn joypad niet eens vast te houden nu, hè? Hey. Ik heb nou gewoon... 2-2, een 0 KD. En ik hoef mijn joypad niet meer vast te houden. Ideale Call of Duty. Paul, je hebt geen gelijk. Je hebt het gebest. Je bent kritisch, maar het is gewoon vet. Silver! Kom! Hey! Fuck, hè? Hier moet je zitten, jongens. Het is gewoon goed, dit. Het gaat goed, kijk! Het gaat goed, jongen, hey, nu. Niet Claymore nou. Nee, hier! Niks te doen, niks te doen. Hier. Dit is de enige game waarbij je ook gewoon even je mail kan checken. Even kijken wat mailtje hebt. Oh, wacht, ik heb nog een DM'tje op Instagram. Yes, fanboy weer. Mooi, ik heb een blokje. Weggevuurd! Nou, hier, prima. Want die het voor me opneemt, zegt dus wel heel slecht. Jongens, niet zeuren! Hij multitask, now you know. Ik verdedig A. Als ze verliezen is het niet mijn schuld. Dat is wel een normale YouTuber, Dionne. Ze gaan er nu appen, live in de stream ook. Dionne, onder die.
Dionne, ik moest namens Wendy en de kinderen zeggen dat ze het heel jammer vinden dat je eruit bent. Ze zijn fanatieke fans, hè? Dus ja. Ik vind het jammer dat je eruit bent. En ook dat je moest huilen vorige week. Ja? Ik heb het echt gestuurd naar Dionne, kijk. Gewoon tijdens het spelen, hè? Het is gewoon een goede game, niks meer aan. Kijk. En nu kom ik aan. Maar tussen gaat lekker 118 tegen 65. Ik heb een KD, dat wil je niet weten. 3, 2. Dat is gewoon positief, hè? Dus ja. Het is, Paul, je hebt echt... Nee, Paul, je lult. Dit is echt bullshit. Je bent echt een lul. Alles wat je zegt klopt niet. De game is echt, echt, echt fast-paced. Het is echt continu. Je kan niet campen in de game. Wordt meteen afgestraft in de game. Daar zit er eentje. Ja, ga maar pakken. Jij bent dood alvast. Nou, zo, dan gaan we even wachten. Oh, er komt er nog eentje aan. Zo, je bent ook dood. Nou kunnen ze ook aanzien komen. Jongens. Goed zo. Niks aan de hand. Niks aan de hand. Achter je. Maar ik heb nog even ammo. Moet je even op de... Ammo. Hier, ammo. Nee, ik moet in mijn hoekje blijven, hè. Dat had gezegd, jongens, competitief. Oh, wacht, ik moet pissen. Zo, dat goed, man. Dit is de eerste Call of Duty waarbij je kan pissen. Nee, dus het gaat gewoon hartstikke goed. Dit is, ja, lekker spel gewoon. Je kan even je sokken opheizen tijdens spelen ook zo. Helemaal niks aan de hand, gewoon. Ja. Ik heb mijn taak van Bob, we gaan ook winnen, dus jongens, don't blame me, hè. Don't blame me. Nee, die papa, je lult. Dit is een vette game. Die map design is perfect. Je kan hier echt niet in deze map ergens zitten dat je niet ontdekt wordt. Kan niet gewoon. En... 3.0 KD. Een overwinning. Meer kan je niet wensen met een game. Deuren. Eerder al aangehaald. Hey, de deur staat open. In de killcam. Laten we even terugkijken. Deur dicht, duidelijk. Ik ben al vrij dicht bij de deur nu. Hij is nog zeker weten al het hoekje om. Mijn deur is dicht. We kijken naar zijn deur. Die is open. Vlak voordat hij bij de deur is. En ook vlak voordat hij mij gaat killen. Campers. En dit is nog de game. De beta. De KD telt niet. Deze kutkindjes. Zoals ook deze teamgenoot van mij. Die straks bij de full game hun KD... hoog willen houden, minimaal 2.0, omdat anders klasgenootjes ze gaan pesten, gaan dan nog meer campen. 100% zeker. Bijna aan choppen kunnen zoals je ziet, lekker. Nog maar 3 kills. In de grot. De camperige grot wordt je weer gekild. Levert ze ook wat op? Winnen ze ermee, die campers? Hetzelfde potje. Winnen ze ermee? Nou, natuurlijk niet. Het heeft helemaal geen zin, maar het verpest wel de fun in de game. KD is alles wat telt bij de campers anno 2019. En ze bereiken er helemaal niets mee. Helemaal niets. Is die game dan zo kut? Het zijn nog goede momenten natuurlijk. Hangt echt van je lobby af. Zoals hier, crash naar raid. Soms gaat het gewoon redelijk. Zoals hier, lekker een kill maken zo. Gewoon relaxed. Gewoon, mensen vallen nu mee. Ze proberen gewoon naar buiten te komen en te rushen. Je hebt een UAV, is ook wel lekker, dan kan je ze zien. Oh, oppassen met incallen. Lekker, kill erbij. Gaat goed. Want de game heeft natuurlijk ook zijn goede momenten. En ik hoop oprecht dat de game ook echt heel vet gaat worden. Dat echt gewoon... Infinity Ward gaat luisteren naar de feedback. Want ik ben lang niet de enige die klaagt. Heel veel grote Amerikanen heb ik al gezien.
die met dezelfde feedback komen. Sommige slijmballen zeggen dat het perfect is en fantastisch is, ja. Ga dan lekker Battlefield spelen of Rainbow Six, maar dan heb je niets, maar dan ook niets te zoeken bij Call of Duty game. Ga lekker, deurtje weer openen, weer een deurtje zo, deurtjes openen. Want ik ga nu richting mijn chopper kunnen. Nog 2 kills. Zoals ik het zeg, deze potjes gaan lekker. Dan denk je nou lekker, nog 1 kill zo. Nog eentje, boven kijken of daar nog een camper zit. Oeh, Claymore! En nog een Claymore. Oh ja, Claymore.